Welkom bij een nieuwe editie van de Piepshow. En ik zit gewoon maar op de plek van Boris. Want Boris heeft op dit moment andere verplichtingen. En dan had ik ervoor kunnen kiezen om geen Piepshow te doen. Maar ik denk dat ik een hele leuke Piepshow voor jullie klaar heb staan. Namelijk met Jasper en Koos. Tadaa. En we gaan het een beetje hebben. We gaan een beetje speculeren. Want gaat de overname van Xbox en Activision Blizzard door? Nee. Oh. We zitten in het postnatale Activision Blizzard tijd. Ja, zonde, man. Verdomme. Er gaat de komende jaren gaan al die partijen, en dan heb ik het even over Xbox, PlayStation, Nintendo. Die staan allemaal voor een soort van kruispunt. Xbox die gaat vol inzetten op Game Pass, op subscription. Ik denk uiteindelijk ook naar de cloud toe. Zoveel mogelijk mensen aan het game met zo min mogelijk remmingen erop van consoles en whatever. PlayStation, ja, die moet nu gaan kijken. Oké, hoe ga ik nu een weerwoord verzinnen, opzetten tegen de aanval van Xbox aan de ene kant, maar ook gewoon het succes van Nintendo aan de andere kant. En het feit dat mijn games gewoon hartstikke duur zijn. Hoe ga ik dat allemaal blijven doorgaan? En Nintendo staat op een kruispunt. Er moet een nieuwe Switch komen, Switch 2. Maar wat ga ik dan doen? Ga ik mee wat meer in de rat race qua techniek of ga ik juist heel ergens anders op focussen? En zijn er ook voor hun bedreigingen op hun weg? Omdat ik denk, maar wie weet hebben jullie een andere mening, dat de industrie gaat veranderen. Omdat nu eenmaal nu we met subscriptions werken en de prijsperceptie van games is aan veranderd. En er komen nieuwe generaties gamers. Dat ook Nintendo dat misschien wel zou kunnen gaan voelen. En dat ze daar ook op moeten inspelen. Maar goed, daar gaan we het over hebben. Laten we beginnen met Xbox. Die hebben natuurlijk, denk ik, de knuppel in het hoenderhok gegooid door op een gegeven moment te zeggen, fuck it, we gaan het no fucking way ooit van PlayStation of Nintendo winnen op de ouderwetse manier, namelijk console en game. We moeten iets anders doen en ze hebben gezegd, we trekken de portemonnee volledig open. Wij gaan alle focus leggen op het subscription model, oftewel Game Pass. Het maakt niet uit waar je gamet, als je maar Game Pass neemt en we willen dat iedereen onze games kan spelen, waar het ook is. Dat is hun beleid. Dat is totaal een breuk met het verleden. Inmiddels hebben ze een flink aantal studio's. Natuurlijk ook nu na de overname van Activision Blizzard. Het zijn er echt tientallen. Je hebt natuurlijk de Xbox Game Studios. Dan heb je de Bethesda. Je hebt de Activision. Je hebt Blizzard. Je hebt Kings. Je hebt content over. Aan jullie is nu eigenlijk gewoon heel simpel de vraag, wat gaat er de komende jaren gebeuren? Laten we het hebben over 3 tot 5 jaar. Hoe zie je dingen veranderen? Nou, vooral de prijs van Xbox Game Pass zal omhoog gaan, denk ja? ik. Ja, tuurlijk. Dat is iets wat wij wat we al vanaf begin af aan gezegd hebben. Iets wat we ook natuurlijk al geleidelijke weg steeds meer zien. Mm-hmm. Je hebt een introductieprijs. Daar wil je zoveel mogelijk mensen binnen hengelen. We hebben heel lang natuurlijk die aanbieding gehad van 1 euro voor 3 maanden. Ja. En noem het allemaal maar op. Nou, veel mensen binnengehaald. En dat moet blijven groeien. Maar het moet ook geld gaan opleveren op een gegeven moment natuurlijk. En ze zijn langzaam, per beetje zijn ze die prijs aan het ophogen. En daar gaat natuurlijk de aanwinst van Activision Blizzard alleen maar aan bijdragen. Want daar hebben ze 72 miljard in uitgegeven. En om heel eerlijk te zijn, ze hebben ook meer dan genoeg gaming IP's en developers nu onder hun naam staan om dat ook wellicht te waarborgen. Mm-hmm. Of je dat zelf waard vindt, is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Ja. Ja, ik vind het een hele fascinerende keuze natuurlijk van Microsoft. Wij zijn natuurlijk allemaal gamers van de oude stempel, in die zin dat je gewoon een console koopt voor de exclusives. En ja, ik merk nu al met Xbox, ik weet niet of dat hun intentie is, maar ik heb nooit meer zo die behoefte om die hardware van Microsoft te kopen, omdat ik natuurlijk een PC heb. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld controllers wel. Dus je hebt nu, ik zag toevallig dat je nu je kan een Elite controller customizen. Dus ik denk ook wel dat dat is gewoon een idee, hoor. Ik weet niet of het überhaupt realistisch is, maar ik zat te denken van wat als, dit is echt puur hypothetisch, maar wat als Microsoft een soort van Certified for Game Pass GPU zou op de markt zou brengen? Dat zij gewoon ineens zeggen, wij gaan samenwerken met een Nvidia of een AMD en we brengen gewoon een soort videokaartversie van de Xbox uit. Daar moest ik laatst over nadenken. Ja, van moet je met AMD dan doen? Ja, van wat zou anders de meerwaarde nog zijn van een Xbox console? Ik denk dat het een hele belangrijke vraag is. Wat nu anders is op dit moment, ze zitten in een overgangsfase. Dus
Mijn gevoel, maar de, wat ik zeg, dit hele item is speculaas. Dus en mensen mogen in de comments gewoon meedenken. Ik bedoel, nou niet meteen gaan roepen van, joh, maar dat is niet zo. Dat, ben, je bang dat ze op, ben je bang dat de comments op hun mondje zijn gevallen? Ja, precies. Dan gaan ze. Kijk, feitelijk denk ik, mijn gevoel zegt, Microsoft wil naar een toekomst toe waarbij, en dan hebben we het weer over die 2 miljard mensen, dat iedereen kan gamen. Of je nou in India woont en je hebt wel internet, maar je hebt niet de geld om een hele console te kopen, tot aan mensen die dat wel allemaal kunnen. Je moet gewoon die games kunnen bereiken. En dan is uiteindelijk gewoon de cloud en dan gewoon een telefoon. Dat zou gewoon het meest handige zijn. Of een oudere PC, dat het allemaal moet kunnen. Dat betekent dus dat die Xbox-console niet zo heel erg belangrijk meer is. Nou, jawel. Ja? Nee, ik zie dat niet zo. Ik zie juist de Xbox als onderdeel daarvan. Mm-hmm. Want inderdaad, ze willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja. Die drempel willen ze zo laag mogelijk houden door te doen zoals je nu zegt. Je hoeft niet eens te investeren in nieuwe hardware als je dat niet per se zou willen. Mm-hmm. Maar ik vind juist een console-strategie draagt er juist heel erg aan bij. Ik bedoel, je hebt een console voor €300 voor mensen die gewoon willen gamen. Ja. Je hebt een pro-console met de Xbox Series X voor mensen die best wel bereid zijn wat meer geld uit te geven voor wat meer kwaliteit. Je hebt mensen die een PC kunnen gaan bouwen, die daarop kunnen gaan spelen. Je hebt mensen die op een mobiel kunnen gaan spelen. Je hebt mensen via een browser kunnen gaan spelen, ja, of tablet. Maar dus het is wel al die regie. Nee, maar ik bedoel, dus al die dingen, dus allemaal onderdeel van de strategie van, ja, zoveel mogelijk gamers. Ja, want weet je, dat is wat mij een beetje verbaast met Xbox. Ik was toevallig laatst, vroeg ik mijn oudere broer gewoon voor de grap van, die wilde een console kopen. En ik zei tegen hem van, ja, Xbox, weet je wel wat de nieuwste Xbox is? En hij zei, Xbox One. Weet je, Microsoft heeft een hele rare naamgeving. Dat is eigenlijk wat Nintendo toen ook een beetje nog bijna de das omdeed met de Wii U. Dat je op de duur, mensen weten niet meer, is het een Wii, is het een Wii U, ja, is het een Xbox One Series X, S, Lite, Pro? Dat vind ik persoonlijk heel verwarrend. Het is natuurlijk een rare, kijk, de boodschap van Sony is heel erg, of van Nintendo is heel erg duidelijk. Wil je onze game spelen? Koop een Switch, koop een PlayStation 5. Punt. Dat is voor marketeers is het makkelijkste wat er is. Je moet iedereen die kant op funnelen. Niet per se. PlayStation games zijn ook op PC. Ja, oké. Okay, goed. Nou, daar gaan we het sowieso over. Dus die beginnen ook al een beetje. En hebben streaming. En hebben streaming, inderdaad. Bij Xbox zeggen ze eigenlijk van, als je wil, dan kan je een console kopen. Maar het hoeft niet. Nee, en dat maakt het van, dat is echt puur mijn gevoel. Hè. Ik heb de Xbox Series X thuis. Maar stel dat gewoon via streaming zou kunnen, aanvaardbaar, want ik speel toch wel graag online, dus nu is dat nog een utopie. Maar stel dat zou kunnen, of het zit in mijn fucking, weet ik veel, Samsung-televisie, zit het er gewoon in. Klopt, zit er ook in. Zou ik daar best wel overwegen, want ik ben niet zo geher, ik ben ook niet, ik vind graphics wel mooi, maar ik hoef niet de toplippen, want anders had ik nu al een 4K-televisie, heb ik ook niet. Ik ben wel zo iemand die daar gevoelig voor is. Van ja, dan heb ik ook dat grote ding in mijn kamer staan met dat blok erachter. Ik denk dat heel veel mensen er zo over nadenken. Ja. Ik denk heel veel hardcore games niet, omdat die gewoon hardware, weet je, is onderdeel van de ervaring. Voor mij, tuurlijk, in ieder geval, ik hou van hardware. Ik vind het gewoon vet om te hebben. Maar ik denk voor de meeste mensen, het interesseert geen ene flikker. Weet je, de vraag die ik mijzelf wel aan stel is van, wat is dan de upsell voor Microsoft? Kijk, als jij bijvoorbeeld een Xbox koopt en jij wil een extra controller of een headset, dan hebben ze een ecosysteem. En dat merk ik vaak bij de verstokte console gamers in mijn vriendengroep. Yeah. Dat is vaak een soort Stockholm-syndroom. Die zeggen dan van, ja, maar dit werkt gewoon. En dat is dus, en natuurlijk werkt dat gewoon. Maar kijk, als jij een PlayStation 5 hebt, ze maken winst op de software, maar ook op de console maken ze verlies, volgens mij. Ja, nee, niet meer. Niet meer. Nee, de Xbox wel, hoor. Ja. Xbox wel? $150, echt flink ook. Oké. Okay. Maar ja, ik vraag me af van, wat maar is dan... Laat ik het zo zeggen, PlayStation heeft gezworen naar de PlayStation 3 dat nooit meer te doen, want ze zijn bijna failliet gegaan. Ja. Maar dat is een beetje de vraag wat ik met Microsoft, wat ik wel... Het voelt een beetje, ja, als iets... Ik kan het moeilijk rechtvaardigen als... Ik weet niet wat Microsoft's idee erachter is. Hun world domination plan is. Maar ik wilde nog wel iets heel even zeggen over het streamen. Kijk, en nu... Kijk, voor jou maakt het al dus niet zo heel veel uit. Voor jou is het meer comfort. Dat is net zo belangrijk als dat. Straks, en we zijn al redelijk dichtbij in de buurt, en er waren afgelopen Gamescom, waren er volgens mij zelfs al presentaties van. Er gaat een moment komen dat streaming niet meer te onderscheiden is van native. Mm-hmm. Dat ziet er exact hetzelfde uit als wanneer jij gewoon een echte hardware onder je tv hebt staan. En ook de latency zul je daar niet in merken. Mm-hmm. Dat gaat vanzelf komen. En dan is het hek van de dam. Want hebben heel veel mensen geen behoefte eraan. Wat jij zegt, dat vind ik wel een goeie. Want jij zegt van, ja, maar ik ben gewend. Hè, zo denk ik. Console, game,
ik ben gehecht aan die console en die games, dus blijf ik daar ook zitten. Die maat van jou, en ik maak altijd grapjes over Daanse voetbalteam, die hebben dat ook op dit moment. Maar op het moment als duidelijk is dat zij al die games, de FIFA's en de Call of Duty's en dat soort dingen, van, hey, vergeet nou die Xbox. Mm-hmm. Je neemt gewoon Netflix voor games. Ja. Ja, ja. Game Pass, €15 per maand. En moet je kijken, ik laat je even zien, weet je. En dan één keer heb je 400 games kun je spelen. En ja, Call of Duty, nieuwe Call of Duty staat er dan straks ook op over een paar jaar. Dan is het ineens een andere perceptie. Want jouw vriend, of die hebben zoiets van, ja, ik vind het wel leuk hoor, een PlayStation, een Xbox. Maar ja, het is wel €500. Ik wil nog op vakantie, weet je, ik doe het niet. Maar dat is, laat ik zo zeggen, dat is waar Microsoft op hoopt. Dat dat gaat gebeuren. Dat mensen in één keer die drempel overgaan, die normaal die drempel niet overgaan. Van ja, dan moet ik een console nemen, ingewikkeld, weet ik allemaal, doe ik allemaal niet. Ja, weet je, ik zou het misschien meer zien. En ik weet nog, 2 jaar geleden of zo, toen Stadia echt in full bloom was. Toen had ik vrienden van mij, die hadden op de duur, was een actie van Google, kon je een Chromecast en een Stadia voor 30 euro. Ik heb ook zo'n ding gekocht. Ik denk, ja, weet je, fuck it. Ja, jij koopt alles volgens mij. Ja, dat wordt dan gezegd, hè? Ja. Ik verkoop ongeveer net zoveel als ik koop. Dat zeggen ze er niet bij. Maar mijn achterdeur staat eigenlijk net zo voor open als mijn voordeur. Maar ik heb die Stadia ook niet meer natuurlijk. Dat zal je vast niet verbazen. Want Stadia is natuurlijk weer ten zeer gegaan. Je hebt het teruggestuurd. Want je krijgt gewoon je volledige geld terug. Klopt. Maar weet je, die vrienden van mij, die hadden allemaal geen console die dat toen gingen spelen. En die vonden het allemaal te gek. Die zeiden, oh joh, lekker Saints Row spelen. En ja, ik ging dat ook proberen. Maar het was wel een beetje een hakkelige ervaring. Ik denk wel, kijk, we hebben allemaal lacheren gedaan over Stadia. En daar heb ik ook aan meegedaan. Maar ze waren gewoon te vroeg. Ja. Het was echt nog te vroeg. Ik heb er niet lachen. Maar nee, jij niet. Dat is een goed punt van je in ieder geval. Maar ik heb ook gezegd, weet je, van ja, je moet ergens beginnen. Je moet ergens beginnen. Je kan niet beginnen en alles is meteen top. Nee, maar het is een goed punt wat jij zegt. Van kijk, dat voetbalteam die allemaal niet die console hebben en die denken van ah, lachen even potje FIFA, die dan voor een tientje. Maar kijk, ik zat te denken, nog steeds denk ik, Microsoft, what the fuck is de upsell? Je moet mensen een ecosysteem inlokken, dan kan je ze meer verkopen. Nou ja, ik zou zeggen, kom met een fucking vette Game Pass controller die gebundeld is, zodat je ook, weet je, dat... Maar ik denk dat ze dat wil doen, want wat mensen niet zien is dat Microsoft allemaal dealtjes aan het sluiten is met Samsung. Laatst hadden ze ook weer van, volgens mij bij KPN, als je een mobiel abonnement neemt, zit de Game Pass 3 maanden in. Daar zijn ze iedereen naar binnen aan het funnelen. En wat jij zegt, daar zijn ze denk ik ook mee bezig. Want in die leaks, en wat er nu nog van waar is, dat moet maar blijken natuurlijk, stond ook een nieuwe controller van de Xbox. Ja. Die net zoals de Stadia controller, direct met de server verbonden is en niet met je kastje. En dat bedoel ik, want dan krijg je een upsell. Want de vraag is namelijk even tussen de hardcore gamers in en Daan's voetbalteam die allemaal gewoon 10 minuten FIFA willen spelen en dan weer verder willen gaan met de derde helft. Daartussenin zit denk ik een soort migratie. 1 of 2 van die 10 mensen, of 11 trouwens, zitten er in een voetbalteam. Yeah. Daan had ik er al even uitgehaald, die zit al hier. Maar laten we zeggen, die andere 10 voetballers, misschien dat er nog 1 of 2 op de duur denken, yo, tering, dit is vet, ik wil een console kopen, misschien. En dan komen ze bij die Microsoft Series X, Xbox of die Elite, weet ik hoe die kreng allemaal heten. Maar ik denk dat daar Microsoft grote stappen heeft gezet. Maar ik denk dat ze daar helemaal één geheel wordt. Ze hoeven daar niet naar komen. Ze moeten gewoon Game Pass nemen. Dat zit. En dat zit straks in hun televisie. Ja, en dit is echt nog wel, is het echt nog wel toekomst hoor. Dat is niet nu. Dus vandaar ook dat die focus op dit moment, willen ze natuurlijk nog houden op die console. Want dat kunnen ze nu verkopen. Dat werkt nu. En die cloud, dat is even stilgezegd. Dat heb ik ook aangegeven. Het internet is er nu nog niet klaar voor. Maar, ja, maar dat gaat zo snel. Kijk, mijn angst is dat zij gaan proberen om zoveel mogelijk mensen te onboarden op Game Pass. Ja. In een wereld waar de netwerken nog niet klaar zijn voor 1-op-1. Nee, ja. En dan ja, krijg je dus nu dat Microsoft die hebben, ze hebben, ja, we gaan dit doen. We geven het bij je abonnement. Bij de slager krijg je een plakje worst en een dag Game Pass. Ja. Bam, bam. Al die mensen gaan erheen. Maar ja, die lui die daar in Emmeloord op, weet ik veel, glasvezel. Nee, niet. Wat is er? Gewoon op een stuk touw zit het internet, hè? Ja. Of in Groningen. Laat ik de hand in eigen boezem steken. Ja, voor mij is streaming, gaming is, ik bedoel, het is nooit gelijk geweest. En ik ben wel die graphics hoer met alles op de max. Het is niet te vergelijken voor mij. Nee. Het is gewoon, er is net wat meer latency. Er is net een beetje compressie. En het kan wel met nu nog gewoon. Nu nog, ja. Maar kijk, Microsoft is nu al wel al die mensen aan de Ark van Noah aan het trekken. Maar het succes is niet alleen bij Microsoft, maar ook bij de kwaliteit van de verbinding van de mensen die het gebruiken. Snap ik helemaal. En dat vind ik een grote gok, want als ze dat misschien over 10 jaar doen, als de hele wereld op 20G zit.
Nee, dat snap ik. Maar kijk, wij zitten in een bepaalde bubbel. En dat is de hardcore gaming bubbel. En dat moeten we ook vooral blijven. Ik merk wel in de discussies die ik vaak heb dat mensen daarvan... Ja, maar wanneer komt Diablo dan in de Game Pass? En Call of Duty dit. En misschien gaan ze nu de nieuwe StarCraft... Die gaan een nieuwe StarCraft maken. Denk ik, van dat, ik snap dat hardcore gamers daarom vragen. En dat gaan we ook deels wel krijgen. Ik bedoel, Phil Spencer heeft duidelijk gezegd van... ik ga zitten met Blizzard. Ik ga zitten met de developers allemaal van Activision. En ik sta open voor oude franchises die toch nog heel veel passie hebben om daar wat mee te gaan doen. Maar als je kijkt naar die studio's, daar zit er natuurlijk ook King bij. Dat krijgt nu een heel smal kantje. Maar King, alleen Candy Crush verdient 20 miljard, hebben ze daar al mee verdiend. Dat is gigantisch groot. Voor Candy Crush of voor die fucking mainstream casual games heb je helemaal niet zoveel bandbreedte nodig, weet je wel. En ik kan me... Kijk, dat is natuurlijk ook een gigantische doelgroep van mensen die gewoon dat soort casual games straks kunnen spelen. Dus wat suggereer je? We krijgen Candy Crush Premium op Game Pass? Nou, dat zou kunnen. Kijk, ik zit meer ook te kijken naar bijvoorbeeld... Dit is op dit moment ongeveer wat je betaalt, volgens mij. Misschien is het ook al wel een eurotje duurder geworden. Maar 9,99 voor Core. Dan heb je console 10,99. Ik blijf nog steeds raar vinden dat dan PC weer goedkoper is dan console. Terwijl er min of meer hetzelfde in zit. Stelkens nog bij iedereen. Nee. Zij proberen die consoles een beetje terug te verdienen misschien. Nou, het ding is, bij PC... betaal je natuurlijk niet voor online multiplayer. Okay. Dat is eigenlijk altijd al gratis geweest. Ja. En het aanbod aan Game Pass games is op PC kleiner dan voor Xbox. Dus dat prijsverschil kan ik op zich nog wel rijmen. Ik kan alleen niet mee rijmen. En weet je, de mind blown bijna. Zit er serieus geen online console multiplayer bij de Game Pass voor console en PC? Dus als jij voor 11 euro per maand Game Pass hebt voor de Xbox, dan zit daar geen online multiplayer bij? Nou, ik zie het inderdaad niet staan, inderdaad. En bij Ultimate, nee, ja, inderdaad. Ja, bij Ultimate wel. Ja. Nee, daar staat het er specifiek bij vernoemd. Nee. Dus, kijk, Ultimate stap. Ja. Nou ja, en hetzelfde doet PlayStation, weet je. Ja. Ik wil alleen online gamen. Dat kan niet. Je moet de 9 euro per maand versie nemen, waarbij je die 2 gratis games... Hoef ik niet. Wil ik niet. Ik wil alleen online gamen. Nee, ja. En toch moet je ervoor betalen. Eeuwenoud trucje. Het is niet een heel fijn trucje. Het is niet een tof trucje. En ook op het begin, weet je wel, zaten daar vette games bij, waardoor je... Nou, toch enigszins nog makkelijker. Kan je enigszins nog makkelijker zeggen van... ik hoef niet per se 2 games, maar ze zijn wel vet. Maar nu beginnen ook die... Je zou Core kunnen nemen. Dat is een tientje. Daar zit online console multiplayer in. En dan krijg je nog 25 plus extra. Wil ik niet. Games. Ik wil gewoon online gamen. Nee, ik heb de game zelf al. Het liefst zou ik gewoon $5 betalen en alleen online gamen. Het liefst betaal ik niet om online te kunnen gamen. Maar De lachende derde, dat is wel de PC-gamer. En dat herken ik ook in mezelf. Ik merk dat mijn gamegedrag afgelopen jaren ontzettend naar PC is geshift. Ik heb echt geïnvesteerd in mijn PC zo makkelijk mogelijk op de tv aansluiten. Want al die opties die ze hier proberen te verkopen, op de PC blijven games goedkoper. Ja. In principe, je betaalt ietsje meer voor de hardware, maar dat verdien je wel terug. Ja, niet ietsjes meer. Nou ja, dat hangt er vanaf. Het is al snel een hellend vlak als je eenmaal begint met upgraden. Laat ik zo zeggen, van qua hardware, wil je iets vergelijkbaars bouwen met een Xbox Series X of een PlayStation 5, dan betaal je ietsjes meer. Mm-hmm. Maar omdat het een PC is, ik denk niet dat ze zo lang meegaan als een Xbox en een PlayStation. Op een gegeven moment begin je daar gewoon tegen te veel limitaties aan te lopen. Wil je iets wat meer future-proof is, dan betaal je wel echt veel meer, hoor. Dat klopt, maar ik denk wel dat zeker met dit soort subscriptions, en als je kijkt naar ook de kosten van, games. Als je losse games koopt op de PlayStation en ten opzichte van digitale keys op de PC, ik merk altijd dat ik betaal liever wat meer voor de hardware en dat ik over de jaren het een beetje terugverdien door de games. Maar ja, uiteindelijk, en dat vind ik nu een beetje het voor PC-gamers is dit gewoon het allermooiste, want wij krijgen nu en Xbox als een service op mijn PC. PlayStation-games komen ook naar de PC. Tuurlijk. De PC dus, is het platform. En je merkt eigenlijk, dat vind ik zo bijzonder aan Microsoft, is dat eigenlijk is een Xbox en de hele upgrade path en met cloud gaming, ze zijn nog, wat ik zei, ze hebben nog net niet een videokaart in de schappen liggen, want zo'n Xbox Series X is eigenlijk gewoon een soort van Windows-PC zonder Windows met... Mm-hmm.
Xbox erop als soort OS. Maar ja. Kijk, het enige wat ik nu nog kan me voorstellen is dat Steam nu ook nog een console in de markt gooit. En dan is de chaos compleet. Want ja. Dan, alles is straks een subscription. Nee, nou, dat zou kunnen. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk een enorme voorsprong op dit moment. En dat maakt het voor andere partijen heel moeilijk om hier tegen aan te vechten. Als we het toch een beetje over speculatie gaan hebben. Ik denk namelijk dat wat je nu ziet uiteindelijk helemaal op de schop gaat. Ik denk, maar dat is echt een beetje zoals ik... Hoe wil je die 2 miljard mensen gaan bereiken? Dan denk ik bijvoorbeeld dat je een familieabonnement gaat krijgen. Of dat je een abonnement voor kids kan krijgen. Hebben ze dat niet al? Zeg maar als jij een familieaccount hebt aangemaakt en je hebt daar Ultimate voor. Dan... Maar dat vind ik ook, dat wordt op dit moment zie je aan alle marketing nog heel duidelijk dat ze richten zich op de gamer, op de hardcore gamer. Maar ik denk dat veel diverser gaat worden. En dan kun je ook veel meer gaan diversificeren. Want ze krijgen nu met King ook veel meer kids games kunnen ze binnen gaan krijgen. Ja, je wil het hele gezin naar binnen hengelen op allerlei manieren. En ik ben heel benieuwd. Kijk, ze hebben gezegd 2030, dat is nog 6 jaar, 100 miljoen. Ze zitten nu, de ene zegt 30 miljoen en laatst lag ik weer iets van 41 miljoen sinds Starfield en dat soort dingen. Maar daar zit dan ook weer Core bij, omdat Xbox Live bestaat niet meer, dus mensen moesten Core nemen. Dat rekenen ze er dan nu bij. Dat zijn er nog 70 miljoen die ze erbij moeten hengelen. Ik vind het best moeilijk halen. Ik denk dat het wel gaat lukken. Want ongeveer alle vrouwen die ik ooit heb gedate, die zeiden altijd Rollercoaster Tycoon en The Sims zijn te gek. Dus ik denk als ze gewoon een speciale roze uitvoering van Game Pass doen met Rollercoaster Tycoon en The Sims. Let goed op Microsoft. Dan heb jij in één klap 70.000 mensen erbij. Dan heb je niet heel veel. Nou ja, goed, dat gaat ook de vraag zijn. Hoe snel gaan third-party developers instappen met hun live service games? Kunnen ze eigenlijk ook zeggen van oké, binnen een maand staat het ook op Game Pass. Het maakt mij gereed uit zolang je maar MT's bij mij verkoopt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dit jaar bijvoorbeeld FIFA niet. Ik heb de codes aan anderen gegeven. Ik had er zelf niet zo'n behoefte aan. Nu heb ik zoiets van, nu heb ik hem niet. Moet ik hem dan kopen? Nou, zit hij in mijn achterhoofd. Nou, hij komt over een paar maandjes op. Over een paar maandjes staat hij op Game Pass. Ik wacht gewoon, weet je wel. Ik zag Far Cry 6 zag ik al voorbij komen, weet je. Ja, je hebt natuurlijk nu ook EA Play in de PC Game Pass. Dus dat krijg je ook, hè? Er is zoveel back catalog als gamer dat ik soms ook denk... ik kan niet meer alles op tijd spelen. Dus ja, dan wil ik er ook rustig wel een paar maanden op wachten, weet je wel. En bovendien zijn de games dan goed gepatcht. Het zijn allemaal van die dingetjes die ik wel meeneem. Dat ik denk van, het gaat me niet om Xbox. Het gaat om dat subscriptiemodel. Het is er nog lang niet. Nu begint het een beetje te komen. Alhoewel Starfield en Forza... Ik bedoel, het is nog niet het Spider-Man en Mario... gehalte qua kwaliteit, maar het is wel meer. Mm-hmm. Er moet genoeg content op komen. Maar 70 miljoen, dat is wel een doel wat ze gesteld hebben. Ja, wat in beide gevallen trouwens even kanttekening. Wat in beide gevallen jammer is, want ik denk dat als ze Forza nog een halfjaartje hadden laten bakken en als ze Starfield nog een halfjaartje hadden laten bakken, zeker. Dat die games net boven de 8,5 waren gekropen richting de 9's. En dat is gewoon jammer, want Microsoft heeft dat wel nodig. Maar ze hebben ook games nodig. Ja, daarom ben ik geen fan van Game Pass, man. Ik bedoel, het is het 100% waard. Ik bedoel, als jij dat tientje per maand betaalt, ja, je krijgt zoveel fucking games ervoor terug. En weet je, met wat third-party exclusives die erop komen, zoals Lies of P, ja, dat is fantastisch, weet je wel. Dat is 100% het geld waard. Maar als ik gewoon naar Microsoft kijk en naar hun releases van de afgelopen tijd. Alle games zijn te vroeg uitgekomen. Ja, allemaal. En waarom? Omdat er de hele tijd de druk is. Er zijn geen games op Game Pass. Er zijn geen games op Game... Geen first party, day one titels bedoelen ze dan de hele tijd. Maar kijk hoeveel games er daardoor vernacheld zijn. Nee. Halo Infinite, tieve start gehad. Redfall naar de kloten. Starfield wellicht te vroeg uitgekomen. Forza Motorsport zeker te vroeg uitgekomen. Maar hebben die dan... Dat is weer een third party. En dat is een mooi bruggetje ook naar PlayStation. Jij zegt dus van door die Game Pass druk, net zoals een Netflix of een HBO, je moet om de zoveel tijd moet je nieuwe content hebben, anders gaan mensen zeggen oké, stop maar met die subscriptie, ik doe het even een maandje niet. Kijk, PlayStation heeft die druk toch ook? Ja, maar PlayStation moet aantallen verkopen, want anders dus komt er niks binnen. Ja. Dus dat moet de kwaliteit zijn. Okay. Kijk, en Xbox heeft zoiets van, kut, we moeten nu content hebben, die game is niet af, fuck it, gooi maar erop, want het gaat toch niet om units sold. Nee. Want ze gaan toch aan het eind van de week zeggen ze... 20 miljoen mensen hebben onze game gespeeld. Ja, morgen doen ze het niet meer. De drop-off is gelijk gigantisch. Ja. Maar ik bedoel, van alleen al het feit dat een losse release is... en die moet scoren, want als die niet scoort... dan is die game gefaald. Ja. En dan hebben ze gewoon geen geld binnengehaald. En bij Microsoft is het...
we pakken toch gewoon een maandelijks abonnement. Huh? En we zijn nog niet op het punt gekomen dat mensen zo boos zijn dat ze dat zoiets hebben van fuck it, ik doe het niet meer. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer... Ja, het wordt typisch van een subscription model. Ik bedoel, Netflix ook van af en toe, dan denk ik ook een maand van, het is echt alleen maar bagger, weet je wel. Maar ja, ik ga er niet boos op zijn, want dan denk ik ook van, ja, dat is ook waar ik voor betaal, een tientje, weet je wel. Ja. Dus, nee, daar heb je wel een goed punt, hoor, van die druk. Ik wil naar PlayStation door, of jij moest nog iets ongelooflijk zinnigs zeggen? Ja, ja, uiteraard. Oké, sorry. Dat zijn alleen maar zinnige dingen. Dankjewel. Nee, ik denk wel dat, en dat mis ik nu ook een beetje bij Microsoft, van ik ben echt een groot liefhebber van de Xbox 360. Ik vind dat op alle vlakken, en ik heb hier veel discussies over gehad met mensen, maar wat mij betreft is de Xbox 360 heeft echt de PlayStation 3 echt ondergescheten. En ik vind de PlayStation 3 ook echt heel goed qua games, maar de Xbox 360... Laten we heel eerlijk zijn, de eerste helft van die console generatie, de Xbox was het enige. Ja. En Xbox Live was fantastisch. Ja. Xbox Live was fantastisch, je kreeg Xbox Live Arcade, dat baande de weg voor indies. Je had eigenlijk, vind ik nog steeds, de beste controller voor het geld, die was gewoon, daar had Microsoft het daar te pakken. En ik merk dat mijn liefde voor Xbox heel snel weer opzij ging toen de PS4 kwam, dacht ik, dit wil ik. En ik denk dat met Game Pass als subscription, hoe gaan mensen een soort van brand loyalty ontwikkelen voor Xbox? Maar heb jij brand loyalty voor Netflix? Nee, niet. Nou ja, ik heb een Netflix logo op mijn afstandsbediening en zolang er nog geen Game Pass... Nee, maar je betaalt er wel voor. Maar daar wilde ik het nog niet wel meer. Heel even over hebben. Yeah. Want kijk, subscription is natuurlijk wat er nu gepusht wordt. Zeker bij Microsoft. Mm-hmm. En bij PlayStation heeft dat ook. Maar ik heb meer het idee dat PlayStation nog steeds meer op losse sales inzet van games. En Microsoft veel meer op de Game Pass zit. En los van de gelijkenissen die beide hebben. Maar wat al deze bedrijven willen, net als Apple, Google, al deze bedrijven willen je lokken in een ecosysteem. Mm-hmm. Dat is wat ze willen. Want als je dan eenmaal daarin zit, ik bedoel, ik heb nu zo'n grote Steam-bibliotheek. Ik koop nu elke game het liefst op Steam, zodat ik niet te veel verspreid heb. En moet ik daar een tientje meer voor betalen? Fuck it, dan betaal ik maar een tientje meer. Simpelweg omdat ik dan wel alles op één plek heb zitten. Toevallig heb ik afgelopen zaterdag Battlefield 2042 opnieuw gekocht voor Steam, zodat ik gewoon alles makkelijk en overzichtelijk in Steam heb zitten. Bij Xbox Game Pass, ik kan heel makkelijk opzeggen. Mm-hmm. En ik heb opgezegd. En ik zit niet meer vast aan een platform. Nee. Want het is niet alsof ik... Ja, ik kan nu niet naar PlayStation. Want bijna al mijn games heb ik nog op Xbox. Nee, dat heb ik niet. Want ik heb bijna geen digitale games losgekocht. Omdat ik gewoon Game Pass heb. Klopt. En bij PlayStation, als je daar digitale games hebt gekocht... of fysieke games hebt gekocht... en je gaat je volgende game kopen... ja, doe maar PlayStation, want daar heb ik al een goede bibliotheek staan. Ja, dat bedoel ik, want je krijgt die merkloyaliteit, is niet meer nodig om deel te nemen aan het Xbox-ecosysteem. Dus de mensen met een Xbox gaan op het duur denken, waarom heb ik nog een Xbox nodig, want ik kan het ook streamen. Nee, en de mensen zonder Xbox met Game Pass zullen ook denken, waarom heb ik nog een Xbox nodig? Je zou eerder daardoor qua hardware een PlayStation 5 console kopen en voor die Xbox game, dan eens in de zoveel tijd, wanneer Starfield dropt, dan speel ik die wel via Xbox. Ja, en hoe genereer je meerwaarde? Dat zou dus zijn doordat Microsoft gewoon en duidelijkere console-strategie maakt die echt meerwaarde heeft. Dus niet een van de zwarte fucking houtskoolblok met een... ik bedoel, niks ten nadele van Microsoft, maar ik vind wel dat Sony, ondanks dat de PlayStation 5 misschien wel de lelijkste console is die ik ooit heb gezien, als ik ze naast elkaar zet en ik zet ze aan, dan merk ik wel dat ik me bij de PlayStation 5 voel ik me als gamer meer op mijn gemak. Het voelt meer als een ervaring die voor mij bij gamen hoort. Ja, dat kan natuurlijk ook een soort van gewenning zijn. Maar ik ben het wel met jullie eens dat de... bij En ik snap Microsoft ook wel, want zo moet je het ook realiseren dat bij de Xbox 360 deden ze alles goed. Ja. Live was beter. Ja, behalve de console zelf met de Red Rings. Maar. Ja, oké. Games waren beter. Nou, de servers ook nog goed. We hebben een fout gemaakt, fuck it, je krijgt een nieuwe, weet je wel. Hoeveel Red Rings hebben jullie gehad? Toch even? Eén. Ja. Vijf. Oké. De Indies, daar hadden ze een waanzinnige band mee. Het gehad. En toch wonnen ze het niet. En ik denk, kijk, voor Microsoft gaat het... Nee. Wat zijn de verkoopcijfers van de PS3 en de PlayStation Xbox? 3 lag er wel een paar miljoen boven. Ja, maar echt pas sinds de laatste jaren. Hè? Ik bedoel, toen ging Sony focussen op games en op space. En toen kwamen de Last of Us en de Uncharted. Precies, want ze moesten wel. Absoluut. Maar kijk, Microsoft is niet een bedrijf die erin gaat zitten. Ik bedoel, gaming is zo'n onderdeel van Microsoft. Dat is niet een bedrijf van, leuk joh, doe ook gewoon lekker mee met die race. Nee, die willen gewoon domineren, die willen een toekomstvisie hebben. Maar ze werden te greedy. Ik bedoel, ze waren echt de koning. Ja. En zeker in de eerste helft van die generatie. En toen kwam de Xbox One en ze wilden... Ze stonden al bovenop die bergen en ze hadden... En nu willen we de wereld. Ja, waardoor ze gewoon
alle zicht hadden verloren op de mensen die een groot hebben gemaakt. Ja. De hardcore gamers, wat de hardcore gamers wilden. En nee, maar daar hebben ze het plank mis geslagen. Zeker? En bijna een hele console generatie aan ze voorbij laten gaan. Ik denk dat iedereen wil gewoon een Xbox 1080 of zo, weet je wel. Gewoon, en ik denk, stelling, is Microsoft te ver in deze tunnel van Game Pass gelopen om nog terug te gaan? Kunnen ze oh ja, nee, 100%. Maar ik bedoel, de handtekening van Satya Nadella staat hierop. Het is gewoon zijn visie is gewoon de cloud, de toekomst, 2 miljard. Dat is interessant. Niet, ze hebben het altijd over 200 miljoen gamers. 200 miljoen, dat is het aantal gamers waaraan je een console kan verkopen. Ik bedoel, give or take, weet je. Want heel veel mensen hebben en een Switch en een PlayStation. Misschien ook een Xbox erbij. Dat is voor hun te weinig. Ze willen nog één keer proberen all-out. Dat is het. Ik denk niet dat er een weg terug is. Of ze moeten het gewoon helemaal loskoppelen van Microsoft en het wordt een aparte divisie. Wie weet dat een andere partij heeft het interesseert. Dit is hun manier. Ook omdat ik denk dat ze zien waar het naartoe gaat. Games worden alleen nog maar online straks verkoopbaar. Je kunt die AAA business. Hè, en dan wil ik toch naar PlayStation toe. Want PlayStation heeft feitelijk nog het oude model omarmd. Namelijk, je koopt een console voor €500. Je koopt een game voor €70 nu over een jaar misschien €80. En die game die kost nog eens een keer 300, 400 miljoen om te maken. Dat is een ontzettend kwetsbaar systeem. Eén flop en je hebt een probleem. Ze zien ook dat het prijspaal. Maar dus ook de incentive dat je geen flop mag hebben. Mm-hmm. Het moet kwaliteit zijn. Maar de keerzijde daarvan, het mag niet floppen, nee, is wel dat het dus een vette game moet zijn. Maar dat mes snijdt aan twee kanten. We hebben te maken met een generatie, en dan heb ik het echt over de jonkies die opgroeien met free-to-play, met gratis gamen, die al wat minder vatbaar zijn, die soms vreemd aankijken tegen €80 games. Het is een nieuwe toekomst. En mijn gevoel zegt, PlayStation is een beetje aan het struggelen daarmee. Van oké, wat moeten we nu doen? En dan, ze houden vast aan wat ze hebben, maar ze doen dan ook een beetje streaming erbij. En als ik dan kijk, ja, wat is hun modus is dan op dit moment van oké, als je een PlayStation 5 in huis hebt, dan kan je vanaf die PlayStation 5 in huis kun je het streamen. En dan denk ik van ja, maar dat vind ik niet zo interessant. Maar of het nou uiteindelijk een console is of een streaming service, los van het feit dat de streaming service in principe een veel grotere bereik heeft, omdat de instap mm-hmm. veel lager is dan de 600, 500 euro voor de PlayStation, is het basisprincipe hetzelfde. Als jij de vetste shit hebt, of het nou op de streaming service is of op de console, dan willen mensen wel betalen om daarbij te komen. Maar uiteindelijk, de incentive moet zijn dat jij de vetste shit maakt. Dat de vetste skip, dus, en dat is wat Microsoft nu eigenlijk een beetje, ja, bedoel, het zijn echt geen slechte games. Dat snap ik, maar het geld moet ergens vandaan komen. En wat je dan ook ziet, en dat gooi ik jullie dan even voor de voeten. Dit zijn op dit moment de studio's die PlayStation er heeft. Daar zitten natuurlijk gewoon een aantal hele sterke jongens. Naughty Dog, Santa Monica, Insomnia, Guerrilla. Nou, noem ze maar op. Bungie zit er ook bij. Nou, ze hebben al aangegeven, we gaan heel erg op de live service games. Nou, daar is maar één motivatie achter. Er moet geld verdiend worden. En ja, daar is nu waar de big money is. Dit is riskant. Ik vind het heel eng. Jim ja. Ryan heeft dat natuurlijk onder zijn bewind ingezet. Ja. En nou, inderdaad, jij zegt PlayStation heeft nog iets meer het ouderwetse, traditionele businessmodel. Mm-hmm. Zijn ze super succesvol mee. Je hoort er ook niemand over klagen. Iedereen spreekt vol lof over de PlayStation first party exclusives. En dan toch die move maken naar live service. Mm-hmm. Hetzelfde weer van greedy. Weet je, het moet groter, het moet meer opleveren. Ja. Live service games, dat zijn de projecten waarbij je één keer hoeft te investeren. Waarbij je over een hele lange periode kan blijven monetizen. De hardcore gamers, die kotsen dat al een beetje uit. Wanneer ergens het labeltje live service gamer mm-hmm. komt staan, hebben mensen zelfs iets van, oh, echt waar. En dan ook nog het feit erbij natuurlijk. Ja, een live service game kan superveel opbrengen. Nou, mij als gamer interesseert me geen ene moer wat PlayStation de meest kan opbrengen. Maar vooral ook, verreweg de meeste live service games falen. Verreweg de meeste falen. Absoluut. En er is maar echt een handjevol wat echt winst geeft. Maar echt krankzinnige bedragen ook. Maar de meeste falen gewoon. Ja.
Ik wil jullie dan even deze dame laten zien. Weten jullie wie deze dame is? Dit is Connie Booth. Dit is Connie Booth. De enige Booth-babe. Het verhaal gaat, vanochtend kwam het naar buiten. Dus op het moment dat we het opnemen, en dat is maandag, kwam dit naar buiten. Het is niet zeker. Dus het is een vanuit David Jaffe. David Jaffe, denk ik dat hij heet. Jeff. Ja. Hij is de man achter God of War. Die heeft gezegd, hij zei het al in het weekend, ik heb heel slecht nieuws. En hij heeft het nu naar buiten gebracht. Connie Booth schijnt of ontslagen te zijn of eruit te zijn gegaan. Deze mevrouw heeft die 34 jaar gewerkt. Ze was head of production. Zij heeft meer dan 100 titels achter op haar naam staan. Vanaf Ratchet & Clank, Siphon Filter, Resistance, The Last of Us, Ghost of Tsushima. Allemaal onder haar auspiciën is dat gegaan. Zij wordt vervangen door een, naar alle waarschijnlijkheid, en nogmaals, ook dit is weer speculaas, door Angie Smets. Zij is van Guerrilla. Zij zou het gaan worden. Jim Ryan is er nu uit. En waarom zegt David Jeff dit? Hij is natuurlijk ook nog een beetje van de oude PlayStation garde. De oude PlayStation garde, singleplayer, adventure games, bladibladibla. Die zijn er nu langzaam een beetje uit. En daar komt een nieuwe generatie in. Dat is ook heel normaal. Dat gebeurt in elk bedrijf. Maar mogelijk met een andere lijn. En heel veel mensen, of tenminste een aantal analisten, die de negatieve kant een beetje oppakt. Die zegt, ja, dit is niet meer het oude PlayStation. En het oude PlayStation wordt ons een beetje afgenomen. En die wijst dan ook op het feit, Spider-Man 2, fantastische game. Maar nu? Wat? Ja. Wat gaat er nu dan komen? Bij PlayStation wist je altijd van, oké, dan krijg ik dit en dan krijg ik halverwege het jaar dat, en aan het eind van het jaar dat, en het jaar daarna wist je ook ongeveer. Nu ja, weten we het niet echt. Mensen moeten natuurlijk ook niet vergeten dat een PlayStation is natuurlijk zo'n organisatie. Het is een merk, maar daaronder, daar kan heel veel mee gebeuren. Dat heb je bij Nintendo gezien met de Wii U. Mm-hmm. Dat heb je bij Xbox ook gezien na de 360. En er is ook altijd een comeback mogelijk, maar het is inderdaad wel, ja, het is voor PlayStation nu echt een hele, hele interessante tijd. Want zij kunnen nu of een zet maken die ze een stap dichter bij, nou ja, de strategie van Microsoft zet. Je ziet natuurlijk nu ook die diensten die ze hebben, dat premium gedoe. Maar ik heb ook altijd het idee dat de mensen die voor een PlayStation kiezen, dat is eigenlijk ook wel een crowd. Dat zijn al die hardcore gamers. Maar wat Microsoft gedaan heeft, feitelijk zeg maar het oude model helemaal overboord flikkeren. En daarmee ook hun identiteit. Want ik ben het helemaal met jullie eens. En misschien hun fanbase ook wel. Ja, ik ben het met jullie eens. Ik bedoel, Xbox was bij de Xbox 360 was ik een trotse Xbox-fan. Dat heb ik nu niet. Ik vind Game Pass een waanzinnig model. Want het consumentenvriendelijk, weet je wel. Maar PlayStation en Nintendo is nog een merk. Kijk, PlayStation, wat het gevaar staat met die live service games en dat toch ook een beetje streaming doen en toch ook meer op de PC zetten, dat ze hun brand, hun PlayStation, wat op dit moment nog het summum is samen met Nintendo, dat ze dat weggooien in die hoop om uiteindelijk met live service games, want ze zeggen van 70% van de inkomsten komt uit third party. Mm-hmm. Dat is hun probleem. Ze moeten geld gaan genereren. En dat doen ze niet. Spider-Man, echt wel, dat hij 10, 15, misschien 20 miljoen gaat verkopen. Ja, die gaat wel 20 miljoen verkopen. Maar dat is niet genoeg om die toko draaiende te houden. En daar zit hun probleem in. En een kat in het nauw kan rare sprongen maken. En kan verkeerde sprongen maken. Nou ja, kijk naar Sega. Weet je wel, Sega is natuurlijk ooit was dat een trotse hardware manufacturer. En eigenlijk, de Dreamcast heb ik nog steeds als een soort reliek in mijn huis staan. Ja. En je ziet dat Sega nu niet meer. En ik vind dat interessant. Schim was van zichzelf. Maar wat ik nog wilde zeggen, dat merk ik ook bij mijn Xbox controllers die ik thuis heb. Die voelen allemaal een beetje als weeskinderen. Die heb ik dan wel aan mijn PC. Maar maar dat kan natuurlijk ook gewoon zijn omdat wij nog van de oude stempel zijn. Weet je wel. Dat is gewoon ook een oude manier van denken over consoles. Dus wat dat betreft, maar dit is een overgang, dan moet je aan wennen. En er is een generatie die daar niet aan hoeft te wennen, omdat ze niet anders gewend zijn. Maar ik vind het wel, kijk, we hebben het over met Jim Ryan ook over gehad, van waarom is iemand weggegaan? En nogmaals, over het algemeen, dat zal misschien met Connie ook gebeuren, dat er wordt gezegd dat ze in overleg en het is tijd voor iets nieuws, of misschien gaat ze met pensioen. Maar het is wel een teken aan de wand. Het kan namelijk ook zijn dat zowel Connie als Jim, ik ga ze met voornaam noemen zeg, mevrouw Booth en meneer Ryan dachten, oké, we gaan een koers in en ik snap dat moet gebeuren, maar nee, ik ga dat niet meer doen. Weet je. Jim Ryan heeft die zelf ingezet. Dus het is raar als hij zelf. Deze koers. Ja, ik kan me niet vinden in die koers. Later, Charles. Nee, dat zou kunnen.
Ja, weet je, er gebeurt wel iets bij PlayStation op dit moment. Een mooi scenario wat ik ergens nog ook nog wel zie gebeuren is dat omdat PlayStation wel zich een beetje trouw blijft houden aan die hardcore gamer fanbase, is dat er ook heel veel mensen van Xbox uiteindelijk misschien die migratie wel naar PlayStation zullen maken. Omdat Xbox steeds meer met hagel gaat schieten om maar zoveel mogelijk mensen te onboarden in de Game Pass. Maar niet PlayStation. Dat heeft Phil Spencer gezegd. We gaan niet PlayStation fans naar de Xbox halen. Gaat niet gebeuren, zegt hij. En ook niet Switch. Het gaat om gamers die nog niet echt gamen. Die winst zit hem niet in overlap. Dat geloof ik ook wel. Alhoewel ik wel denk dat er ook... Daar ben ik helemaal niet zo zeker van. No? Wanneer straks op een gegeven moment Activision Blizzard games op Game Pass vanaf day one gaan verschijnen. De nieuwe Call of Duty. Iedere dag van... Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Hè? Maar we gaan er eigenlijk uit van... Maar zo'n titel als Call of Duty. Ja. Als jij een PlayStation hebt. En je weet, ik speel ieder jaar honderden uren Call of Duty. Ieder jaar. Ja, niet om je PlayStation te verkopen, maar van... Ja, ik zou gek zijn als ik nu niet een Xbox erbij zou kopen. Is het dan gewoon tactisch wat hij zegt? Jij bent een marketeer van... Hij kan natuurlijk... Xbox kan nu niet een pure aanvallende PlayStation-fan wegkaap... activatie op gaan zetten. Natuurlijk moet hij zeggen van, het gaat me er niet om een PlayStation fan. Nee, maar ook omdat het niet per se PlayStation fans zijn. Net zoals in Nederland. Nederland heeft is echt het PlayStation land. Hebben veel meer mensen PlayStation dan Xbox tegenwoordig. En omdat ten tijde van Xbox 360 was het wel meer 50-50. Ja. Maar het is vooral omdat je vrienden dat hebben. En dan Call of Duty, FIFA. Oké, die kan je ook tegenwoordig gewoon op Xbox spelen. Vaak dus ook via Game Pass straks. En je hebt vaak crossplay. Ja. Dus je hoeft ook niet eens meer dezelfde console te hebben als jouw Mattie. Nou, dan ben je de dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Maar stel je voor, kijk, als zij bijvoorbeeld wel met die Activision Blizzard... zij willen Call of Duty gaan inzetten om mensen naar die streaming dingen te lokken... dan moet je propositie echt onomstotelijk werken. Dus als die streaming dingen, wat ik kan me voorstellen... een competitive game als Call of Duty... als jij daar al last krijgt met... Nee, tuurlijk. Maar blijf erbij dat... Maar ze willen niet per se mensen naar streaming trekken. Nee. Ze willen mensen naar Xbox trekken. Ja. En je kan streamen, je kan op je PC, je kan op een console. Ja, en hun verkooppraatje is gewoon heel simpel. Hey, speel waar je wil. €70 kan je daar betalen en bij ons betaal je €10. Dat is het verkoopraadje. En dat kan wel zijn dat mainstream gamers dan denken van... Oké, als ik dat allemaal bij elkaar optel... meestal speel ik altijd Call of Duty 3 maanden... ben ik er ook wel klaar mee. Nou, dat is 3 tientjes. Prima toch, weet je. Dan neem ik wel de Game Pass, want FIFA staat er ook op... en dan kan ik ook nog Starfield spelen. Nee, maar laten we dan de Xbox gewoon even... als je de Xboxen even naast elkaar legt. De eerste Xbox had eigenlijk zo'n impact destijds... want het was de krachtigste machine. Hij had ook zware obese, bakbeest was het. En Xbox, het was een soort van... zwart, de Matrix. Het was dat, weet je, dat was helemaal ding een beetje... was ook loeizwaar vergeleken met elke console. Ja, dat is echt niet normaal. Het was een gedrocht om te zien. Maar dat was de propositie. De Xbox is de krachtigste console die je kan hebben. En nog steeds, hè? Ik bedoel, daar adverteren ze nog steeds mee. World's most powerful console. Maar je ziet dat dus niet... Maar dat voelt niet echt zo. Maar ik bedoel, ik heb een PlayStation 5. Ik heb geen Series X, maar die Series X die is in... Ja, die is even ietsje. Maar dat voelt niet als echt een dikke stap. Maar ze winnen er niet mee. Dat hebben ze allemaal geprobeerd. Het enige waar ze mee kunnen winnen is content. En content kunnen ze zelf niet maken. Het is een beetje waar PlayStation ook, hè, toen ze begonnen. Heel simpel. Ze gingen opnemen tegen Sega. Nintendo, die hadden allemaal al een eigen games. Ze hadden eigen studio's. PlayStation dacht, dat ga ik niet winnen. Ik ga gewoon third party betalen om alles naar me toe te trekken. Zo is het begonnen. En Xbox denkt nu zelfs ook van, oké, als ik het dan zelf niet kan maken, dan koop ik het wel aan. Als er maar gewoon heel veel content op Game Pass komt voor een verre prijs, dan komen mensen wel naar ons toe. Maar dit is precies de grap en eigenlijk het mooie, want daar staat hij al. Ja. Dark Bowser. Kijk, want waarom heeft Nintendo, los van Nintendo heeft wel een of andere heel raar abonnement voor €40. Dan krijg je wat oude games en een jurkje voor een Animal Crossing en wat baan in Mario Kart. Maar Nintendo heeft één ding wat gewoon... onomstotelijk is. De games die Nintendo maakt, los van het feit, Sony heeft echt wel hun eigen IP's. Microsoft heeft ze wel, maar de games die Nintendo maakt, daar kan zowel Microsoft als Sony, ze kunnen Ratchet & Clank, Jack & Dexter, weet ik veel, Cameo, van Rareware, ze kunnen, kijk, uiteindelijk ze kunnen alle ledematen van Nintendo aftrekken en proberen een Nintendo game te maken, maar het hart wat in Nintendo games zit, dat is de reden dat mensen nog steeds een Switch kopen. Nee. En dat ding als een tierenlieve koopt. Zeker. Doc Bowser is dit natuurlijk. Een briljante naam. Beste naam. Hij heeft een interview gegeven afgelopen week. Omdat natuurlijk nu toch wel min of meer duidelijk is dat die Switch 2 eraan gaat komen. Dus hij is toch al getoond ook? Ja. Als dat op Gamescom. En hij zegt gewoon van... Want kijk, voor mijn gevoel, PlayStation en Xbox, die zijn altijd bezig van... We gaan eerst gaan ze naar de techboys toe. En die techboys die gaan er echt de meest mogelijke toeters en bellen in daar.
jou. En dan zeggen ze, bam, dit is hem jongens. Ga er maar games voor maken. En dan gaan ze de games voor maken. Van, gaan ze gebruik maken van wat erin zit. Doc Bowser zegt, our company is more focused on the experiences and games with their consoles than the hardware inside. We always said at Nintendo, what's most important to us is not so much what's inside the machine or the device, but what happens on screen when you put your hands on the controllers and you start engaging in the gameplay experience. Does it draw you in? Is it immersive? To that point, you can use a variety of different art styles, some with higher fidelity, some with perhaps a different, more cartoonish type style. Zij kijken naar games. Dus zij gaan met het idee van, oké, we willen, ze weten al van, we willen die en die en die game maken. Hoe kunnen we hardware eromheen bouwen? Ja. Het gaat hun niet om high specs. Ze zijn ook altijd bezig van, het moet ook niet te duur zijn, zo'n console. Want dan, dat, hè, onze doelgroep voor een heel groot gedeelte is natuurlijk ook gewoon kinderen en ouders. Dus dat, als we het 500-600 euro maken, dan is dat meteen al een no-go. Zij staan er heel anders in. Was en, wel een gerucht dat de Switch 500 en 400 zou kosten voor een dit soort. Ja, oké. Okay. Maar, er is, maar hij, de Switch is duurder dan de Series S. Ja, dat is vrij duur. Ja. Maar weet je wat, wat Dark Bowser en Nintendo misschien wat wel eens een gouden zet kan blijken voor Nintendo, mm-hmm. waar ik echt de hoge verwachting van heb als dit gerucht waar blijkt te zijn, mm-hmm. is dat de nieuwe Switch beschikt over DLSS-ondersteuning. En mm-hmm. voor de kijker die niet weet wat DLSS is, is eigenlijk, laat ik het eventjes in Jip-Janneke taal uitleggen, voor elke 3 frames, bij wijze van spreken, die jij rendert in een game, zijn er 2 AI gegenereerd op basis van het eerste frame. Dus jouw videokaart hoeft eigenlijk maar 1 frame te renderen en die andere 2 die worden soort van voorspeld. Want je oog, als jouw oog 30 of 60 frames per seconde ziet, die ziet het verschil niet tussen de echte frames. Mm-hmm. En dat is een techniek die nu door Nvidia bij de nieuwe videokaarten van hun wordt gebruikt. DLSS 3.5 heb je nu. En ja. dat werkt ook op de laptops echt belachelijk goed. En dat zou eigenlijk betekenen dat Nintendo niet meer met een powerhouse van een gigantisch warm wordende monster chip moet komen. En Nvidia is waarschijnlijk, wat de geruchten zijn, is Nvidia bezig met een custom chip voor Nintendo, waar dus ook DLSS support op zit. Wat ja, maar volgens mij niet voor frame generation. Maar niet voor ray tracing. Nee, wat Digital Foundry zegt, de Nintendo Switch en ook de opvolgers daarvan zijn te low powered om gebruik te kunnen maken van een frame generation. Want je moet voor frame generation, moet je eigenlijk zelf al een beetje rond de 60 zitten. En dan kan die dat enorm verdubbelen. Als je daaronder zit, dan krijg je hele onevenredige frame pacing. Ik ben bijvoorbeeld Cyberpunk op de PC. Speel ik als ik alles op 4K doe met een 4090, zit ik op ongeveer 20 frames. En dan kan hem gewoon naar 120 knallen met DLSS. Je hebt een GPU die 400 watt trekt. Ja, zeker. Maar goed, ik kan me wel voorstellen. Zeg, dit is een low power machine. Ik kan me voorstellen die 15 watt moet trekken. Ja, en dat is nogal een verschil. Maar ik kan me wel voorstellen dat, in ieder geval, ik weet niet tot welke extent het gebruikt gaat worden, maar ik kan me voorstellen dat Nintendo daar wel iets mee kan doen, waardoor ze eigenlijk toch met redelijk verouderde, of in ieder geval achterlopende hardware toch mee kunnen komen. Nou, de upscaling geloof ik wel in. En de FSR zien we natuurlijk ook al op Switch. Is dat zo belangrijk? Tenminste, voor de Nintendo fans. Dat weet ik niet. Maar kijk, als Nintendo hun doelgroep nog groter wil maken, zou het natuurlijk mooi zijn als de third-party games op 3 consoles tegelijk uitkomen. Want nu is het vaak PC, PlayStation 5, Xbox Series X. En Nintendo heeft schijnbaar nu de intentie om tussen die rij te komen. En daar moeten ze dus wel op een bepaalde manier komen. Ik zou heel. Ja, ik ben niet de main doelgroep voor Nintendo games natuurlijk. Maar ik vind het behoorlijk jammer dat ik niet een Breath of the Wild op een krachtige 4K machine kan spelen. Ja. En hetzelfde geldt bij Metroid Prime. Ja, het zijn geweldige games. Daar ligt het absoluut niet aan. Maar voor mij zou de ervaring nog beter zijn wanneer je ook gewoon grafisch het mee zou kunnen met een Xbox en een PlayStation. Snap ik. Het ding is wel waarbij Microsoft een vader heeft met heel veel geld. Namelijk Microsoft zelf. Of Xbox heeft Microsoft als vader. PlayStation eigenlijk Sony draaiende houdt. Dus als het lijkt dat de cashflow een beetje in problemen komen en dat soort dingen allemaal, dat is best wel link. Nintendo is profitable as fuck, weet je wel. Ze hebben altijd vanaf het begin af aan hun hardware winstgevend gemaakt. Er werd altijd winst gemaakt. Dus ze hebben bewust gekozen, zie naar die Joy-Cons bijvoorbeeld. Het is niet top of the line. Het is gewoon wel gewoon 80 euro. Wel 80 euro. Nee, precies. Hun games zijn nooit afgeprijsd. Dat is wel een basis. Ik vraag me af bijvoorbeeld waar Microsoft heel erg die 2 miljard zoekt en PlayStation allemaal beter is op meer. Denk ik gewoon dat Nintendo zich vooral focust op als wij vette games maken, dan komen die mensen vanzelf wel. En het hoeven er van ons ook niet 200 miljoen te zijn. We gaan geen water bij de wijn doen. We maken wat we maken. We zijn wie we zijn.
En die houding, jaar in, jaar uit, is die consistent. Misschien bij de Wii eventjes wat anders. Maar dat is ze vrij snel vergeven. En dat zorgt ervoor dat die basis zo sterk is. Wat ik dan wel, ook dat is weer een gerucht, vervelend vind, is dat de Switch 2 niet backwards compatible gaat zijn. Niet? Ook weer is een gerucht, wat ik volgens mij las. Maar goed, correct me if I'm wrong. Als dat ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Maar dat zou zo'n grote fout zijn. Simpelweg omdat met de nieuwe chip die ze zouden kunnen doen. Ja. Ze maken nu ook gebruik van Nvidia chips. Ik denk dat ze weer naar een Nvidia chip gaan. Ja. Dat zou krankzinnig maar zijn als ze dat niet backwards ze dat compatible niet maken. Vaker? Dat het niet backwards compatible is. Als je naar een compleet andere architectuur gaat, alleen de Wii en de GameCube waren eigenlijk de enige Wii kon GameCube spellen spelen. Ja. Hey, maar daar heb ik nog een soort van, even een hypothetische, er vliegt weer een knuppel zo door het hoenderhok heen. Ja. Dat is namelijk, Apple heeft natuurlijk nu ook op die M2-chips op hun telefoons, hebben ze nu ineens demo's laten zien van Resident Evil 8 en zo, die komt uit. En kijk, dat is natuurlijk ook een vrij bizarre zet, want hoeveel mensen hebben een iPhone op de wereld? Natuurlijk. En maar als Apple ook op de duur zegt van ja, hier, we hebben een controller en terwijl jij je iPhone aan het opladen bent, kan je hem ook met USB-C aan je tv doen en dan kan je gewoon, bedoel... Maar ik weet zeker dat Microsoft op dit moment, misschien is het nog informeel, een bolletjes drinkt met Apple om te kijken of de Game Pass op een of andere manier ook in de iPhone gezet kan worden, gewoon standaard. Dat zou wat zijn, ja. Maar dat zijn, het is een hele andere, het is veel minder sexy, het is veel minder gamey. Maar ja, dan kom je toch weer op streaming op mobiel uit, denk ik, want ik weet ook maar wel. Ja. Maar dat is toch ook gewoon als je nu Resident Evil erop speelt. Ja, maar nee, dat is echt geïnstalleerd op de. Oké. Ik wil het zeggen, dat draait gewoon echt op je iPhone. En Apple heeft juist xCloud eraf getrapt, omdat ten eerste ze konden volgens mij niet die 30% pakken. Nee, tuurlijk. Apple natuurlijk altijd van ze wil hebben. Wat veel, niet meer van deze tijd is, vind ik. Maar oké. Maar het probleem was ook nog eens. Dat was de reden waarom ze ook uit de store werden gehaald, is omdat het een streaming service is. Kan Apple niet alle content beoordelen die via de streaming app te spelen is. Ja. En daardoor zijn ze verboden. Nee, maar daardoor moet je nu via de Safari browser kan je alsnog die game maar spelen. Ik maar dat is een workaround. Ik vind dat altijd wel heel politiek allemaal. Dus ik weet het niet. Misschien gebeurt het ook nooit. Maar ik denk wel dat een beetje dat daar zeker verkennende gesprekken zijn. Een ander gerucht is nog steeds, en dat had er al moeten zijn, maar dat was toen te duur, is inderdaad gewoon eigenlijk een soort van Chromecast, maar dan van Xbox, gewoon voor €99 die je naast je PC kan zetten. Dat hebben we ook in de leaks gezien, hè? Keystone. Ja. Het was een apparaat wat redelijk uitontwikkeld is. Maar te veel verlies gingen ze erop leiden, dus durfden ze het nog niet aan. Maar ja, dat zijn allemaal van die dingen. De hardware kan er niet liggen. Nee. Ik bedoel, de hardware is gewoon een streaming stick. Ja. Ik denk toch dat de spekkoper van de grote consolebouwers momenteel toch Nintendo is. Omdat die zitten gewoon, die hebben zo'n sterk product wat niet na te maken is. En dat komt ook gewoon doordat Nintendo heeft een soort quality seal, zeg maar. Dat is onomstotelijk bijna. Maar snap je dan, als je in het hoofd zit van het management, hoger management van Microsoft, dat ze begrijpen, wij hebben dat niet. Wij hebben niet die franchises waar mensen per se... Wij moeten het op een andere manier doen. Maar en je ziet wat er gebeurt. Hè? Ze hebben op de duur Rareware overgekocht. In een soort van greep van... Oké, voor deze generatie, wij gaan Rareware overkopen. Dikke vinger, echt grootste dikke vinger overname ooit in de gaming industry. Ja. 300 nog van miljoen. Wat hebben we daar nou aan gehad? Sea of Thieves, Perfect Dark Zero. En van de halfbak Killer Instinct. Ja, het is wel leuk. Is ook zo. Maar de Rareware games op Nintendo 64. Omdat Nintendo daar ook boven stond. Dat zijn genre-defining games van die generatie. En die shit die Rare daarna heeft gemaakt. Ik vind het goed vergelijken met voetbal, hoor. Ik bedoel, die top teams in de Champions League, die kopen ook allemaal spelers. En de helft mislukt en de andere helft bij de een zorgt wel voor dat er een Champions League wordt gewonnen. Het kan. Ik zeg ook niet dat het lukt. Alleen, ik denk dus, Microsoft heeft nog maar één mogelijkheid. Ze gaan het niet zelf met eigen franchise. Dat is ze niet gelukt. Dat proberen ze nu nog wel. Maar het wordt nooit een Nintendo. Nee. Nintendo... En als ze niet oppassen, gaan ze ook nog onder Volendam zakken ook. PlayStation zou feitelijk de Nintendo kant op kunnen gaan. Maar als ze dat doen, dan moeten ze zichzelf neerleggen bij het feit dat ze gewoon 100, 150 miljoen consoles gaan verkopen. En dat de max is. En blijkbaar zit er toch iets binnen het bedrijf dat ze dat niet helemaal willen. En gaan ze dan toch een beetje... Ja, want die doet Totoki, die nu dan tijdelijk de baas wordt, die schijnt heel erg gecharmeerd te zijn van mobile gaming. Dus, ja, het zijn allemaal dingen. Nintendo die blijft dus stabiel. Microsoft heeft een nieuwe route ingezet. En PlayStation zit er een klein beetje tussenin. Van oké, wat ga ik nu doen? Blijf ik ouderwets? Ga ik nieuw?
Of ga ik een beetje 50-50? Nou ja, mij is altijd geleerd, als je een beetje sam-sam doet, dan wordt het altijd... En dat is ook de angst, hè? Want kijk naar Konami bijvoorbeeld. Konami heeft op de duur gewoon gezegd, ja, vet leuk dat jullie allemaal moesten huilen bij het einde van Metal Gear Solid 3, maar... Bubble Games leeft er meer op, is 10 keer zoveel geld. En nu krabbelen ze wel weer een beetje terug. Ja, want de naam van Konami is gewoon met stront besmeurd eigenlijk. En dat is doodzonde. Ja, maar ze zijn nu wel weer teruggegaan. Maar het interesseert ze echt geen moer, want het geld blijft binnenstromen. Alleen ze hebben nog zoiets van... Hey, dit hebben we ook nog liggen. We kunnen nog meer geld verdienen. Ja, laten we heel cheap een fucking collectie uitgeven. En echt, het enige wat er nog wordt gemaakt bij Konami is gewoon screens waarin dan die menus staan van de Castlevania Collection, Metal Gear Collection. Ja. Het is doodzonde, maar ik denk wel dat wat mij het meest gaat interesseren van Nintendo's volgende zet is Nintendo's implementatie van online. Want daar lopen ze altijd nog 20 jaar achter, vind ik. Ja. Voice chat via je mobiel en weet ik veel wat. En ik ben heel erg benieuwd. Ik vond het een leuke eerste soort van aanzet om een volledig archief online te krijgen van je NES, Super NES en N64 games. Met die Nintendo Switch online. Maar je zou daar mensen echt wel meer voor kunnen laten betalen als je gewoon veel meer games doet in plaats van 15 Nintendo 64 games. Ja, dat is ook een beetje melken natuurlijk. Hè? Ja, maar dat gaan ze sowieso wel doen. Dat is waar. Het kan alle kanten op. Dat is eigenlijk een beetje waar we nu staan op dit moment. Het kruispunt. Laat even weten in de comments. Hoe denk jij waar het naartoe gaat? Wat gaat Xbox doen? Wat gaat PlayStation doen? Wat gaat Nintendo doen? De komende 5 jaar. Laat het een beetje afbaken. Want verder rest is het, kun je toch niet heel erg kijken. Check het. Of zet het gewoon even neer in de comments. Volgende week weer een reguliere piepshow.